Goedemorgen en welkom bij de leesles dag 12 van thema 5. En we beginnen met klankenflitsen. Probeer ze sneller te zeggen dan dat ik ze zeg. U, ui, z, v, ei, sch. Heel goed. Ik heb hier allerlei klanken die we kennen. En ik wil graag dat je woorden gaat verzinnen met de z. Z. Bijvoorbeeld z. B. E. T. Zit. Nu zet ik weer een z neer. Z. Zelf woorden opschrijven met deze klanken die beginnen met de z. Zet de video maar even op pauze. Heb je veel woorden verzonnen? Goed gedaan. Het doel van vandaag is dat we woorden kunnen lezen met de z ook in een zin. En ik laat opnieuw het letterfilmpje zien. Probeer zoveel mogelijk woorden te onthouden die je hoort in het filmpje met de z. Vandaag gaan we het hebben over de z. De z is van zweven. Zie je de zon? Het lijkt wel zomer. In de zomer wil je naar het zwembad. Oei, kun je niet zwemmen? Je moet niet zinken, hoor. Hier zijn zwembandjes. Ken je ook een dier met de z? Wat dacht je van een zebra? Die zebra is lekker aan het zonnen. Maar dan moet hij natuurlijk wel een zonnebril op. Zo, en nu zwaaien. Bij de z hoort een klankgebaar. Weet je die nog? Die ging als volgt. Z. Doe maar mee. Z. Je mag de film even op pauze zetten en dan ga je bedenken welke woorden je hebt gehoord met de z. Probeer er zoveel mogelijk op te noemen. Had jij zwaaien en zonnebril, zweven en zon, zomer en zwembad, zwemmen, zinken, zwembandjes en zebra? Heel knap als je er drie hebt opgenoemd. We zingen even een woord. Doe maar mee. Zon. Zon. Het leesboek van vandaag. Ik wil dat je op zoek gaat naar woorden met de z. Kan je die vinden? Zet de video maar even op pauze en ga op zoek naar de woorden met de z in de witte tekst. Heb je woorden gevonden? Heel goed. Ik ga eens even kijken. Eerst eens even, waar gaat de tekst over? Ik zie een meisje en haar broek is een beetje te kort zo te zien. En hier heeft ze een schaar in haar hand. Het verhaal heet te kort. Te kort. Dus het gaat denk ik ook over de te korte broek. Nou, woorden met een z. Ik ga eens even kijken of ik ze kan vinden. Te kort. Het is nog vroeg. Els geeft de poes een zoen. Zoen is met een z. Dan kijkt ze naar haar kast. Ze, ik zie ze, maar ik zeg ze. Net als de. Ze. Wat doet ze aan die broek met een riem? Of die rok daar? Ze
pakt de broek. Hé, wat is dat? Die broek is te kort. Els doet haar rok aan, maar die past ook niet meer. Ook de rok is te kort. Ze kijkt in haar kast. Wat moet ze aan? Els weet al wat. Ze pakt de broek. Ze pakt een schaar. Dan past de broek wel. Had je deze woorden gevonden? Eigenlijk heb ik alleen maar zoen en heel vaak ze gevonden. Het rijtjesboek, die doen we rustig samen. Je mag hem gelijk meedoen. Boek. Zoek. Ziek. Wiek. Wak. Zwak. Geur, zeur, zeug, zeg, ze, de, zweet, weet, wee, zee, zeep, reep, toen, zoen, zon, bon, bom, bron. De video op pauze zetten en dan lees je alle woorden nog twee keer op je eigen tempo. Goed geoefend. Eens even kijken. Want ik heb hier twee zinnen. Els staat op. Ze pakt haar broek. Ik had daarnet al even verteld bij het verhaal dat ze, daar staat ze, maar het is net als de, je zegt een e. Dus je spreekt het uit als ze. De woorden die we dus zo moeten zeggen zijn ze, de, die kennen we al, we, te en me. Lees even met me mee. Ze, de, we, te, me. Lees maar mee. Els is haar riem kwijt. Inderdaad, ze zoekt haar riem. Dus onthoud, als het eindigt op e, dan zeg ik e, ze. Het leesboek. We gaan het leesboek samen lezen. Lees maar met me mee. Te kort. Het is nog vroeg. Els geeft de poes een zoen. Dan kijkt ze naar haar kast. Wat doet ze aan? Die broek met een riem of die rok daar. Ze pakt de broek. Hé, wat is dat? Die broek is te kort.
Els doet haar rok aan, maar die past ook niet meer. Ook de rok is te kort. Ze kijkt in haar kast. Wat moet ze aan? Els weet al wat. Ze pakt de broek. Ze pakt een schaar. Dan past de broek wel. Ik mag de video even op pauze zetten en dan ga je de tekst, de witte tekst, even zelf lezen. Ben je klaar, dan lees je de oranje tekst samen met degene die bij jou is. Als het kan, lees je hem helemaal mee. En anders lees je hem met je vinger mee. Dus je leest hem altijd mee, maar of hardop of met je vinger. Zet de video maar op pauze. Tijd voor het werkboek. In het werkboek ga je zinnen maken. Kijk goed naar de plaatjes. Wat gebeurt er? Kim zwemt in de zee. Kim zwemt in de zee. Dus die maak je aan elkaar vast en aan het plaatje vast. Ben je klaar? Dan ga je hier ook zinnen maken. Je moet kiezen uit oranje woorden. Dus je begint met het eerste woord. Loes zwemt haar neus. Nou, dat is gek. Loes snuit haar neus. Dat zou kunnen. Doe je de derde ook nog. Loes zweet haar neus. Nou, dat kan ook niet. Dan omcirkel je snuit. Zo ga je de andere zinnen ook maken. Ben je klaar? Doe je de volgende bladzijde. Ga goed het verhaal lezen. En dan lees je hoe laat gaan ze naar huis. En je onderstreept even waar je dat hebt gevonden, hoe laat ze naar huis gaan. Zet een kruisje bij het goede antwoord. Als je de twee starpelopdrachten in de klas ook doet, of je vindt het leuk, dan maak je deze ook. Lees je goed de vraag en dan vul je in wat er hoort. Zet de video maar op pauze en ga je werkboek maken. Het werkboek gaan we zo nakijken, maar eerst gaan we nog even woorden flitsen. Doe maar mee. Zuur, schuur, guur, zwem, zaal, zoom, zin, stuur, zeef, ziek. Ik heb woorden hier en ik wil graag dat je de woorden voorleest en aanwijst waar ik het woord moet plaatsen. Hier staat de schaar. Heel goed. Die zet ik daar. Deze. De zak. Inderdaad. Deze. De zee. De muur. De zwaan. De zes. Lees ze nog een keer met me mee. De zak. De zee. De zes. De zwaan. De schaar. En de muur. Het zijn allemaal de woorden, zie ik nu. Aan het werkboek nakijken. Kim zwemt in de zee, hadden we al. Kim zaagt de tak door. Kim zoent haar pop. Loes snuit haar neus, die hadden we al. Ann schept bij de zee. Die boot heeft een zeil.
Pim geeft zijn zus een zoen. Het verhaal gaan we even samen lezen. Lees maar met me mee. Fien is met papa bij de zee. Ze zit met papa in de zon. Papa zweet heel erg. En Fien zweet ook. De zon is heet. Fien gaat uit de zon. Maar papa niet. Hij zit nog in de zon. Om 6 uur gaan ze naar huis. De rug van papa doet pijn. Dat komt door de zon, papa. De vraag was, hoe laat gaan ze naar huis? Dat heb ik zien staan. Er staat hier, om 6 uur gaan ze naar huis. Dus dat had je moeten onderstrepen. 6 uur. Met wie is papa bij de zee? Er staat hier, Fien is met papa bij de zee. Dus papa is ook met Fien bij de zee. Dus papa is met Fien bij de zee. Wat doet pijn bij papa? Hier staat, de rug van papa doet pijn. Dus je had in moeten vullen, zijn rug doet pijn. We hebben vandaag het verhaal gelezen over Els en haar broek was te kort en het lost ze op door hem nog korter te knippen. En we hebben geleerd dat ze, dat spreek je uit als een e in plaats van een e. En dat is ook bij te zo en de zo en me zo. Eigenlijk was ons doel dat we woorden gingen lezen met de z ook in de zin. En dat hebben we zeker geoefend. Goed gewerkt en tot de volgende keer!